Dit is een nieuwsuitzending over een nieuwsuitzending. Het gaat over deze nieuwsuitzending, namelijk nieuws... Oh, dat is trouwens een typfout. Daar moet een U tussen. Maar goed, Bijbel lezen met Jurk Liesman, Matthäus 7, vers 13 en verder. En dan versie 2. Het is hartstikke mooi. Deze Bijbellezing die ik samen heb gedaan met Jurk Liesman, die heeft hij aan de voorkant en aan de achterkant een stukje achteraan geplakt. Heel mooi. Ja. Daar hebben we hier een commentaar op gekregen. Ik zal hem proberen een beetje groter te maken. Opa. Dat jullie goed kunnen meelezen. Dit commentaar is van een man en die heet Some Dude. Dat betekent zoiets als een vent. Een kerel. Some dude. Ik weet echt niet wie dat is hoor. En dat is gecommentarieerd 4 uur geleden. En wat zegt hij dan? Want laten we even stilstaan bij het begin. Behalve deze typfout. Dat had een U bijgemoeten. Wij hebben gewoon, Jurk Liesman en ik, Matthäus 7 vers 13 tot het einde uitgelezen. Dat is alles wat we hebben gedaan. En dan zegt meneer Some Dude, die zegt, het boek is inderdaad een vreselijke vertaling. Nou, dan heb ik onmiddellijk zin om mijn internetporno op te gaan starten en iets anders te gaan doen, in plaats van deze kerel af te maken. Want dit is echt te erg voor woorden. Wat is het boek? We hebben het over de Bijbel. Op zijn Duits, de Bijbel. Dat is een verhipte, goed samengesteld boek. Is dat een vreselijke vertaling? En een vertaling van wat dan? Some Dude die kletst hier uit zijn nek. En gisteren of eergisteren heb ik jullie al verteld dat de Skype-verbinding tussen mij en Jurk Liesman verbroken werd. Alleen tussen mij en hem. Ik had verbinding met mijn vriend. Jurk Liesman had verbinding met zijn vriend. We konden gewoon prima skypen, maar niet met elkaar. Ai, 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 ai. Nou, nu gaan we even door. Vreemd dat Jurk, en dit is dus, dit mag hè, dit is officieel Duits om de umlaut over de O weer te geven. Hè? Dus, je doet of J, O, umlaut. Ik doe altijd, als ik met Jurk praat of met hem communiceer, altijd een umlaut boven de O. En deze vent, als het een vent is, van Some Dude, dat kan ook wel een vrouw zijn. Hè? Misschien is het wel een vrouw. Maar deze vent, die weet dus niet de umlaut te vinden boven de O. En hij, ik zeg
tegen haar gewoon heien. Hij vindt dat het vreemd is dat mijn vriend Jörg Gliesman geen goede Duitse vertaling kent. Want die persoon was ooit op een plek in Nederland waar die persoon en anderen een Duitsstalige Lutherse vertaling lazen, omdat de Statenvertaling was gecensureerd uit de bibliotheek. Waar gaat dit over? Het gaat erover dat ik en Jörg Gliesman, wij lezen de Bijbel. Wij gebruiken de King James als basismateriaal. En ik heb de NBG. Ja, dus... Het punt is, met de Bijbel, als die voor jou spreekt, dan spreekt die voor jou. En Jörg Gliesman en ik, wij zijn geen foute mensen. Wij zijn zondaars. Hooguit. En ik denk persoonlijk, als ik mag oordelen over het gedrag van Jörg Gliesman, dat hij geen zondaar is. Ik zou bijna durven zeggen, Jesus died for somebody's sins, but not his. Een van de weinige goede mensen. Wat zit deze som doet te uiten? Hè? En de volgende zin. U gebruikt de NBG Perry. Wat is dat voor een Nederlands? Kijk, wij praten hier in Nederland Nederlands. Hè? En u... Dat gebruiken wij voor onze grootouders. Dus deze somdude beschouwt mij als zijn opa. Nou, dan kan die somdude, die kan morgen even langskomen en dan krijgt hij billenkoek. Want ik ben zijn fucking opa niet. En ik gebruik de NBG? Nee, natuurlijk niet. Die Bijbel die ik heb is van de NBG. Ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Ik heb hier drie Bijbels in huis. En ik heb ook de King James 1611 online. Waar zit je maar van te beschuldigen, zomer dude? U gebruikt, je gaat mij aanspreken alsof ik je opa ben. En dan gaat meneer Somdude erachteraan met op zich wel een van de betere Nederlandse vertalingen, maar Nederlandse Bijbelkenners, who the fuck are de Nederlandse Bijbelkenners? Adviserende GBS-vertaling, met name ook dokter Nico Verhoef. Ja, wat maakt mij dat uit? Zelfs al lees je een NIV, dat is een katholieke kuddebijbel, dan nog kan je eruit halen wat waar is. Niet zo zeuren hierover. En dan gaat meneer Somedude vertellen dat er ook nog een dan heeft het hier is het dokter Nico Verhoef. Ja, ik ben ontzettend taalgevoelig, hè? Je moet met mij niet fokken, man.
Ik kan ook Marokkaans, eikel. Dokter Nico Verhoef en dan hier Nico Verhoef. En die heeft dan ook Nederlandstalige en Duitsstalige programma's over deze onderwerpen hier. En daar ga ik het lekker niet op klikken. Want dat gaat helemaal niks worden. Maar we doen het toch om te zien voor jullie dat er gewoon helemaal nergens toe leidt. Wedden? €100? €100 van jou en €100 van mij. Hoppakee. Zo zeg. Nou, dit is indrukwekkend. Waar gaat het dan over? Heb je enig idee? Waar stuurt deze man het op aan? Het gaat erom dat je de Bijbel tot je laat spreken. En ik heb inderdaad een NBG, een Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel, en los daarvan nog wat andere. De Bijbel spreekt tot jou. Dus meneer Sommer Dude, of je bent gewoon een vrouw, dat kan ook. Want Sommer Dude, ja, ik sta op de YouTube met mijn voornaam, mijn eerste voornaam en mijn achternaam. Perry Winkel. Nou, Sommer Dude, die is van de familie Dude. En dat kind is gegeven de naam Soma. Ja, ja, laat hij zich gewoon melden. Waar heb je het over? Soma? Van de familie Dude. Of zit je mij en Jurk Gliesman gewoon een potje af te zeiken? Het is een vraag. Het is geen beschuldiging. Het is een vraag, meneer Sommer Dude. Reageer.